Vrijwilligers zijn onmisbaar bij elke vereniging. Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, hebben we de voorzitters van alle verenigingen gevraagd om waardering uit te spreken via een filmpje. Kijk mee naar de geweldige reacties. Normaal gesproken reiken wij medailles uit aan onze kampioenen. Maar in dit geval is deze meer dan verdiend voor jullie. Bedankt. Judo Almelo maakt een diepe buiging voor alle vrijwilligers. Jong en oud, bedanken jullie. Waar zouden de Gravenruiters zijn zonder vrijwilligers? De rust die jullie brengen is voor ons en voor de ruiters fantastisch. En dankzij die rust zijn de paarden ontspannen. En dat is precies de bedoeling om het rally goed te laten verlopen. Dankjewel! Beste vrijwilligers en uiteraard beste vrijwilligers van HVC Heracles. Namens de vereniging, namens alle leden en namens het bestuur willen we jullie ontzettend bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar. Het is een bijzonder jaar geweest, maar wij hopen allemaal dat volgend jaar weer een normale jaar zal zijn en worden. En dat we dan weer op jullie kunnen rekenen. Maar nogmaals bedankt voor het afgelopen jaar. Bij onze club hockey je meer dan 500 kinderen en 200 senioren. Dat zijn 1000 wedstrijden en 2000 trainingen per jaar. 70 vrijwilligers organiseren dat. Niet vrijblijvend. Heel erg veel dank. Lieve vrijwilligers van Odin 92. Wij zijn ontzettend blij met jullie inzet voor onze vereniging. Via deze weg willen wij jullie graag bedanken. Dus bij deze, dankjewel voor alles. Hallo allemaal, ik ben Edwin Meleu van ATV Ruiten 3. En onderweg naar een gezond 2021. Alle vrijwilligers uit Almelo, super bedankt voor wat jullie doen. En we blijven jullie natuurlijk vriendelijk goed onderweg. Als voorzitter van SVDRC wil ik de vrijwilligers hartelijk dank zeggen voor hun inzet in het afgelopen jaar. Hartelijk dank nogmaals. Beste vrijwilligers van SISU. Ook in dit rare coronajaar zijn jullie weer van grote waarde gebleken voor de vereniging. Daarvoor wil ik jullie namens het bestuur van de vereniging hartelijk danken. Omdat 2021 weer bol komt te staan van de activiteiten en de wedstrijden, hopen we tenminste, gaan we ervan uit dat we ook weer op ieder steun kunnen rekenen volgend jaar. En dat we ons team met vrijwilligers kunnen uitbreiden. Nogmaals dank namens het bestuur en alle leden. Beste leden, skietvereniging STVV. Namens het bestuur wil ik jullie bedanken voor jullie steun en begrip in deze moeilijke tijden. Samen zien we er naar uit dat we onze schietsport snel weer kunnen beoefenen en gezellig samen kunnen zijn. Jullie zijn de vereniging. Dankjewel. Wij als schaatsvereniging Almelo hebben heel veel vrijwilligers die overal lang mee willen helpen. Er wordt bijna nooit nee gezegd als we iemand vragen om een taak te vervullen. Of in de gaven om een bestuursfunctie of om een andere taak, bijna niemand zegt nee. Dus een plank voor onze vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de zuurstof voor elke vereniging. Dat is bij Oranje Nassau niet anders. Van mensen die af en toe een klusje doen, tot mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Ik wil je ontzettend bedanken voor de inzet. Echt top gedaan. Dankjewel. Beste leden, in deze coronatijd moest creatief nagedacht worden over de meest simpele dingen om te kunnen blijven sporten. Zonder hulp van jullie allemaal was dit nooit gelukt. En daarom zeggen wij bedankt namens het bestuur van onderwatersportvereniging Galatea.